een keertje ophouden. Om, kanker is buitengewoon duurzaam. Corruptie is buitengewoon duurzaam. Dus aan duurzaamheid hebben we helemaal niets. Duurzaamheid zegt niets over de kwaliteit. Duurzaamheid is gewoon een kenmerk. En we moeten nog eindelijk een keer de discussie voeren over de kwaliteit. Nou, ik heb net het een of andere langs zien komen. Ik heb ook Theo gevraagd van tevoren, nou mag ik alles zeggen? Hij zegt, Thomas, je mag alles zeggen. En soms zeg ik misschien heel vervelende dingen, die zijn buitengewoon niet kwetsend bedoeld. Maar we moeten natuurlijk ons een beetje gewoon een beetje opwarmen. Kijk, iedereen in Nederland is ontzettend blij over dat CER-akkoord. Het spelen en ritselen akkoord noem ik het een beetje. Kijk, daar hebben we natuurlijk helemaal niets aan. Dat de politici daar ontzettend blij mee zijn, dat begrijp ik heel goed. Ze hebben alle NGO's in dit land geïnstrumentaliseerd en gepolitiseerd. Dus niemand mag mee iets roepen. Dus dat hebben ze perfect gedaan. Maar als u naar het CER-akkoord kijkt, dan leest u geen één zin waarvoor we het doen. En daar gaat het toch over. We zijn inmiddels in een discussie beland waar we de middelen tot de doelen gaan verklaren. En ik wil gewoon graag weten, wat zijn nou de doelen? We hebben in een land, we hebben net iets over de directeur-generaal, die zei net over de lengte. Nou, het geld moet uit de lengte of over de breedte komen. Nou, ik zeg, het moet uit de hoogte komen, want daar hebben we het namelijk zat. En daar moeten we het eigenlijk vinden. We moeten dus naar nieuwe businessmodellen. Deze overheid is volledig in coma verzand. Ze gaan constant met de groene fiets nog een keer om de kerk om geld op te halen. Maar het is gewoon op. Dus het wordt tijd om over nieuwe businessmodellen na te denken. Businessmodellen die geen gevolgschade hebben voor de maatschappij, waardoor we ook uiteindelijk minder belastinggeld voor nodig hebben. Dus daar gaat deze lezing over. En als ik zeg politici, nou kijk, wij zijn natuurlijk in dit land geconfronteerd. We hebben natuurlijk een behoorlijke drama in Den Haag zitten. Het is een grote tragedie, want we hebben of mensen die vroeger bij Greenpeace waren en wisten hoe je sustainability schrijft, die zijn die fractievoorzitter van de PvdA en weten niet eens meer hoe je het schrijft. We hebben voormalige minister-presidenten die 4 keer hun eigen norm verdienen bij Ernst & Young werken en nu wel weten hoe je sustainability schrijft. En we hebben een minister-president die zegt, ja, een visie hebben is een handicap. Zeker als liberaal. Ja, dames en heren, hoe gaan we dan eigenlijk verder als niemand het meer weet? Als u niet weet waar je naartoe wilt, is het beter om niet te bewegen. Maar dan is toch de kans dat je de verkeerde richting op gaat, dat doet Nederland al sinds 10 jaar, dat iedere keer de verkeerde kant op gaat. Wie zijn doel niet kent, zijn weg niet weet. Zo simpel is het. Dus we moeten toch eerst over nadenken, waar willen we eigenlijk naartoe? En dan zoeken we de middelen erbij. Kennedy, 1962, hij zei van dames en heren, we gaan naar de maan. We gaan iets doen, letterlijk, omdat het moeilijk is. Niet omdat het makkelijk is. Geen idee wat het kost, hoe we daar komen, wie het doet, of het kan, vind ik helemaal niet interessant. 1 ding, over 7 jaar staan wij op de maan. Dus alles wat we vanaf nu doen, is gerelateerd aan de doelstelling. Weet u, ik ben niet geïnteresseerd wat haalbaar is. Daar ga ik geen seconde over nadenken. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat nodig is. Nou, die Russen die hebben daarvoor gehoord. En die vroegen wie wil naar boven? Geen hond die naar boven wilde, dus zij sturen die hond. De Amerikanen zijn wel naar boven gegaan. En dan ziet u deze foto. Deze foto is de eerste foto in de mensheidsgeschiedenis die door een mens gemaakt is. Het is een illegale foto. Nou, William Anders, die sukkel, die kijkt uit het verkeerde raam en nou, pakt hij die camera en zegt, oh, zeg Houston, Houston, we have a problem. Zeg, geen probleem. Deze foto. En wat ziet u? De oude Grieken waren hier, de nieuwe Grieken, de Egyptenaren, de Romeinen. U bent daar. En sterker nog, wij zijn hier met z'n allen te gast. Dit is het. Daar komt gewoon niks meer bij. Wie ook premierminister wordt, er komt gewoon niks meer bij. Ook zijn relaties zijn beperkt. Het enige wat we doen, we zijn druk doen om dingen eraf te halen. En we kunnen ons en moeten ons denk ik realiseren, wij zijn gast op deze planeet. Wij zijn niet gastheer. Wij zijn gast. En hoe moeten we de businessmodellen inrichten, zodat we ons al echt als gast gaan gedragen? Ja, natuurlijk niet zo. Kijk, dit is hoe we economie bedrijven. 75% van de inkomsten in Nederland komen voort uit dit.
De economiserende ecologie. Ja, kijk, zo kan ik ook geld verdienen. Kijk, dit zijn de shells. Die gaan naar ergens naartoe. Grond, een gat in die grond, die zwarte zoek naar boven. En nou, 5 miljard winst, 3 miljoen voor de schatkist, 2 miljard voor ons. Ja, kijk, zo kan ik ook geld verdienen. Zij privatiseren maatschappelijk kapitaal. En de overheid die gaat gewoon lekker toekijken. Ik zal u straks de nieuwe shells voorstellen, die hebben we ook inmiddels. Maar dat zijn de oude shells. Dus wij kapitaliseren iets wat niet van ons is. Dus duurzaamheid gaat dan ook over de houding die we innemen ten opzichte van alles wat ons zijn überhaupt mogelijk maakt. Daar gaat duurzaamheid over. Dus duurzaamheid is een houdingsvraagstuk ten opzichte wat ons zijn überhaupt mogelijk maakt. Dus dat is een buitengewoon essentiële vraag. Dus we staan aan de vooravond niet van de zoveelste revolutie. We staan aan de vooravond van een zijnsrevolutie. En dat gaat over waarden en normen. Waar we naartoe moeten, is de ecologie. Het ecologiseren van de economie. We hebben net gehoord van de bedrijventerreinen aan de grens. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is te klein te groot? Of wanneer is te groot te klein? Wanneer zijn dingen uit balans? Mis ik nog iets? Je komt tot hele andere afwegingen. Kijk, als je constant de koelkast van uw buurvrouw leegrooft, dan gaat u natuurlijk nooit boodschappen doen. Dan houdt u nog op geld over. Dat snap ik. Dit is wat de Shell te doen. Maar we moeten gewoon onze eigen groenten in principe weer aan gaan planten. Dus we moeten moderne boeren worden. We kunnen alleen maar oogsten wat we gaan zaaien. En Den Haag gaat constant met die tractor naar buiten. Met de Rutte die zorgens die deurtjes open, jongens, naar buiten. Nou, dan komen ze allemaal met die tractor terug. Zegt, ja, daar was niks. Ja, tuurlijk niet. Je hebt niks gezaaid. Dit is wat we doen. Dan zijn wij iedere keer van waar staat daar niks licht. Dus de vraag is, wat moeten we eigenlijk gaan zaaien? En hoe kunnen we zaaien? We hebben net iets gehoord over energie-neutrale gebouwen. Ik verbaas me buitengewoon over deze hele discussie. Om deze gebouwen, die kunnen we al lang maken. Net zoals we een elektrische auto al lang hebben. Ik neem natuurlijk aan dat u allen met een elektrische auto hier bent. Toch? Wie is hier niet met een elektrische auto? Ziet er niemand. Nou, fantastisch. Dus waar het eigenlijk over gaat is... 1899 was de eerste Porsche, was een elektrische auto. Wist u dat? We hebben 114 jaar zitten te verkwanselen met die verbrandingsmotoren. En waarom? Omdat we nog niet in geslaagd zijn zoals we kerk en staat gescheiden hebben. Dat we niet staat en lobby gescheiden hebben. U denkt toch niet dat de politiek politiek maakt in dit land? Ik hoop toch niet dat u deze illusie hebt. De lobby, daar zitten politici. En die maken gewoon de politiek. De totaalbalans van de Rabobank is groter dan het bruto nationale product van Nederland. Moet u zich voorstellen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Wie maakt eigenlijk in dit land beleid? Dus die elektrische auto's hadden al lang kunnen zijn, alleen de lobby wordt niet bediend. Nou, zo zal ik een paar voorbeelden noemen waar de lobby gewoon niet in bediend wordt. Stadhuis in Zutphen, gaan we even een beetje tijd in halen. Dit is het eerste CO2-neutrale kantoorgebouw. Dit is een oud gebouw. Oud laboratorium, 1954. Nou, Stier Herman is hier gekweekt, gespoten, gemaakt, hoe je het al wil noemen. Ja, dat was aan 2006. En we hebben 1 jaar lang persembargo gehad voor de Wereld Natuur. Van zich, oh, meneer Houwert, dat mogen niemand vertellen. Al die sponsoren lopen weg als ze horen dat we zo'n luxe ons gaan veroorloven. Is dat luxe? Ik zeg, die olifanten lopen niet alleen in Afrika rond, maar die lopen ook in Zeist rond. Je moet toch hier te doen? Laat nou zien dat het anders kan. Dit gebouw wordt gekoeld door het feit dat we een stofwisselorganisme hebben. Dus er werken 200 mensen, zeg maar meer vrouwen dan mannen, gemiddeld 4 keer per dag naar het wc, 4 spoelingen per dag, maal 200, 800 spoelingen, 8 liter, 6.500 liter drinkwater. Hup, gaan door dit gebouw per dag. Drinkwater is altijd koeler dan de buitentemperatuur in de zomer, toch? Weet je ook, even een slokje op de toilet nemen als het warm is. Dus we gebruiken eerst de temperatuur voor het drinkwater om de constructie af te koelen. Dan gaan we de handen wassen en dan gaan we het gebouw en dan gaan we de toiletten spoelen. Deze opdrachtgever die gaat nagenoeg gratis zijn gebouw koelen. Die koelt zijn gebouw door het feit dat mensen min of meer uit vrijheid het gebouw gebruiken. En weet je wat het probleem is? Dat is btw-vrij.
das Problem. Geen rekening van de lobby. Niemand daar iets aan kan verdienen. Behalve die de beslissing hebben genomen. Dus de benefit is voor de veroorzaker. En daar ligt het probleem. Want we leven namelijk in een economie waar altijd de consequentie van het handelen altijd voor iemand anders is. We gaan de risico's constant doorschuiven. Soms noemen we dat ook certificaten. Dat zijn die duurzame condoompjes. Die kent u waarschijnlijk allemaal. Hè? Triple P en GPR en Bream en Lee. Nou, al die onzin die we bedacht hebben. Dat zijn natuurlijk de duurzame condoompjes. Kom ik straks erop terug als we de tijd hebben. Nou, dat is een gebouw. Die verdienen dus 130.000 euro per jaar. Door het feit dat mensen min of meer uit vrijheid, het gaat om leerlingen, naar school gaan. 2010. Hoezo? We kunnen geen gebouwen maken die energie posten. Dat kunnen we al lang. Technisch gezien, geen enkel probleem. Weet u wat hier het probleem is? BTW vrij. Geen rekening van de lobby. Niet interessant voor de overheid. Daar valt niks aan te verdienen in het oude verdienmodel. En hoe komt dat nou? Kijk, u ziet hier redelijk relaxed. Sommigen kijken heel erg verbaasd. En waar heeft Theo die man uit kunnen nodigen? Maar goed, dan moet u maar bij hem zijn. En vanavond gaat u naar bed. Nou, gezien de doelgroep ga ik ervan uit dat sommigen van u mediteren. Anderen nemen een borreltje. Of gaan naar het journaal kijken. En dan bent u toch in volle verwachting dat u morgenochtend gezond, wakker en fris bent. Toch? Hebt u ooit daarover nagedacht hoe dat kan? Is één iemand van u dan met de vingers die in de stroomcontact zit te friemelen? En die vieze, ongelooflijk vieze groene stroom daaruit tapt? Kom je straks op terug. Dames en heren, dit gebeurt 7 miljard mensen per nacht. 7 miljard mensen worden per nacht gratis, btw-vrij, zonder rekening, opgeladen. Daarom gaan we arbeid belasten. Wil iedereen een beetje aan meesnoepen? Ja, dan gaan we wel arbeid belasten. En om die energie die gratis opgeladen wordt, waar iedereen van u beschikt, over die energie gaat het. Nou, dit is een gebouw waar de energiestroom de mensenstroom volgt. Dus daar kun je 60% energie besparen. Kijk, we hebben natuurlijk een energievraag. Maar ik ben niet op aarde gekomen, weet hoe het met u is, maar ik ben niet op aarde gekomen om energie te besparen. Nou, geen sprake van hoor. Ik ben op aarde gekomen om mijn biografie vorm te geven. Om daarachter te komen, nou wie is die Thomas Rauw nou eigenlijk? Daarvoor ben ik hier. Ontzettend blij, 21ste eeuw, mooie tijd. Moet je je voorstellen, 100 jaar geleden, nou daar was er echt niks te halen hoor. Maar dit is gewoon een super tijd. Dus we moeten de energievraag proberen te optimeren. Dus we conditioneren alleen dan de ruimte als er ook een mens is. Als er niemand is, hoeven we ook die ruimte niet te conditioneren. En weet u dat CO2 een teken van leven is? Kijk, als straks één iemand van jullie begint op te houden met die CO2-productie, dan hebben we echt een levensgroot probleem. Dan gaan we bellen. Dan komt hier iemand langs, die komt met een witte jas, die gaat even kijken. Dus CO2 is een teken van leven. Daarmee gaan we dit gebouw aansturen, een kantoorgebouw in Lyon, ook energiepositief. Ook hier maken we meer energie dan dat gebouw nodig heeft. We maken hier 251.000 kilowatturen. Nou, ik zeg dat zo precies. Omdat we namelijk een prachtig akkoord hebben in de Europese Unie. In Duits noemen we het Energie-Einspeise-Rückvergütungsgesetz. Dus ik kom uit het land op Noord-Rijn-Westfalen, waar net aan refereerd is. Dat betekent dus, iedereen die energie maakt, mag het gewoon in het openbare net geven. Dat krijgt hij vergoed. Nou, Sarkozy die had net getekend, die komt thuis. Nou, die wil naar Bruni. Nou, voor die hele slaapkamer zit er gewoon de hele lobby. Zegt, jongen, wat heb jij nou getekend? Dat gaan we toch niet doen? Dat was de hele atoomlobby. Zegt, nou, weet je wat? Tuurlijk gaan we Brussel bedienen, zoals altijd. Maar de drempel is 250.000 kilowattuur. Anders ben je niet welkom in ons net. Nou, wij leveren 251.000 kilowatt. En we zitten dus wel in het net. Hier ziet u een duurzame transformatie van de grote netwerkbedrijven in Nederland. Het is Alliander, dus daar gaan we. U ziet hier allemaal bestaande gebouwen. Daar gaan we een dak overheen plaatsen van 6.500 vierkante meter. Dus wat buiten is, wat binnen.
En we gaan alle afvalstoffen die we uit het gebouw halen, die brengen we in het nieuwe gebouw, brengen we die gewoon weer in. En hier ziet je een soort preview over de nieuwe Triodosbank. Zeg maar Triodosbank 3. We hebben ook de eerste twee mogen maken. En wat je dan ook ziet, heel veel glas. Totaal een idee. Ja, maar als je duurzaam wilt bouwen, vreselijk woord, maar als je duurzaam wilt, ja, dan moet je niet zoveel glas maken. 30%, anders krijg je een klimatologisch probleem. Totale onzin. Hoe meer glas, hoe beter. Het grootste energieverbruik in een gebouw is elektriciteit voor het licht. Is niet voor de klimatisering. Dus alles wat u doet voor licht is gewoon factor 2 ten opzichte van de klimatisering. Dus hoe meer glas, hoe beter, hoe lager de energieverbruik. Maar goed, daar ging het vandaag even. Ik wil u even laten zien waar de overheid denkt, ja, misschien 2021, misschien 2028, misschien 2034. Kunnen we al lang. Technisch gezien kan dat. Kijk naar Zwitserland. Die zeggen van bouwvergunning, ja, alleen als je minimaal energie-neutraal bouwt. Anders krijg je geen bouwvergunning in Zwitserland. Ja, die zijn wel slim. Die zeggen, al die oude troep, die willen we gewoon niet meer hebben. Ga die maar in Nederland bouwen, of in Luxemburg, of in België. Vind ik prima, maar niet meer bij ons. Wij weten namelijk dat het kan. En we vragen niets anders dan wat mogelijk is. Daarom ook die duurzame condomen. Kijk, die duurzame condoompjes die dwingen ons oude fouten te maken. En ik wil geen oude fouten maken. Ik wil nieuwe fouten maken. En die staan niet in die certificaten. Dus daar heb ik nog een certificaat van nodig. Dus als je aan het certificaat voldoet, dan wordt alleen maar bevestigd. Aha, ik heb al die oude fouten heb ik gewoon keurig afgewerkt. Dan bent u dus geen stap verder gekomen. Dit constaterende, dit is het. En er komt gewoon niks meer bij. Sterker nog, we hebben steeds grotere behoeftes. We willen natuurlijk steeds verder gaan in de weren. Ik moet me even voorbereiden op straks of iets. En er zijn natuurlijk steeds meer mensen ook. En één ding is zeker, alles wat fysiek is, is eindig. En wij leven ook in een gesloten systeem. Dus onbeperkte groei is onmogelijk. Daarvoor hoef je niet in Den Haag te zitten. Sterker nog, moet je zeker niet in Den Haag zitten om dit te begrijpen. Dus we moeten ons anders organiseren. Het is over. Nou, voor de Nederlanders, dit is het oude sminkterrein in Amersfoort. Dat was vroeger een prachtig hertenkamp. Nou, een romantische plek. Nou, dat is Pieter, Eugenie en Klaas. Die zeggen van, hey, wacht even, daar was er nog wat. We hebben op dit moment onvoldoende kopervoorraad om 30 miljoen elektrische auto's te bouwen. Dus als u straks naar huis gaat en u hoort op het journaal, aha, tussen Sittard en Heerlen hebben ze de bovenleiding gesloopt, dan weet u, aha, de volgende Tesla komt eraan. Zo gaat het werken. We zijn voor het eerst in de mensheidsgeschiedenis komen we op een punt waar we onvoldoende voorraad hebben om die dingen te doen die we nodig hadden. Het is gewoon een historisch moment. Hoe zijn we daar gekomen? Kijk, links ziet u een T65, zoals we in Duitsland zeggen. En u ziet, hij is niet origineel, maar u ziet hier gewoon zo'n kabeltje. Dat bestond in 1953 nog niet. Nou, mijn opa heeft dus vroeger bij ons thuis, die heeft gewoon alles repareerd. Koffiezetapparaat, strijkijzer, telefoon, nog een keer. Papa komt hier naar boven na 30 jaar. Zegt tegen mijn oma, ja, weet je wat, de telefoon, nou, het is gewoon echt op. We moeten echt een nieuwe kopen. En dan iPhone 3, iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5G. Ik heb die 6 meegenomen. Ik mag hem laten zien, want ik had hem hier ergens. Ja, hier. Hij is heel klein geworden. Een prachtig apparaat, kan ik u vertellen. En sommigen van u worden ontzettend nerveus. Hoe kan dat? Die rouw heeft die 6, ik heb die 5 nog niet. Is er iets met die Apple Store? Is Apple failliet? Heb ik geen e-mail niet gekregen? U bent behoorlijk geïrriteerd. Maar waarom bent u geïrriteerd? Omdat u niet meer geïnteresseerd bent in de lifecycle. Dat zal u toch worst zijn? Hoe lang dat ding meegaat? Die lifecycle is helemaal niet meer interessant. Om de innovatiesnelheid is zo snel dat niet de lifecycle relevant is, maar de performance cycle. Niemand van u koopt toch een 5 omdat die 4 kapot is. Nee, hij ligt beter in je hand, je kunt daar meer apps op kwijt, hij is wat lichter geworden. Nou, allemaal die smoesverhalen kent u allemaal. Dat is hier. U wilt toegang hebben tot de allerlaatste en de allerbeste performance. En u zit niet te wachten op die lifecycle. Dus, door de innovatie
hoe verder die kant op schuift, hoe meer afval we produceren. En dan hebben we nog die andere producten, die werken precies omgekeerd. Hebt u net die printer gekocht, gaat u naar die winkel en zegt die man, ja meneer Rauw, ja u hebt hem net gekocht, maar weet u, ja hem te repareren, ja, u kunt beter een nieuwe kopen, die reparatie is gewoon veel te duur. Dus u kunt ook zeggen, alles wat u op dit moment koopt, waarvan u denkt dat het nieuw is, betekent niets anders, het is nog net niet stuk. Dit is wat nieuw betekent in deze maatschappij. Dus, zo hebben we ons georganiseerd. We kunnen alleen maar van A naar, we denken dan van A naar beter, maar het is van A naar slechter denken. Om we denken namelijk hier dat we een gigantische voorraad aan materialen hebben. Die hebben we niet. We hebben het net gezien, daar zijn we over eens. Dan gaan we iets maken, maken we producten, dan gaan we het verbruiken, gaan we afval. En dan hier, dames en heren, hier hebben we de nieuwe Shells. En dit zijn de recyclingsbedrijven. Fantastisch gevonden. Ik ben daar echt een beetje jaloers op hun businessmodel. Die zeggen, ah, afval bestaat niet. Afval is voedsel. Geef het maar lekker aan mij. Ik ga nog een keer privatiseren wat jullie al lang betaald hebben. Ja, dit is Shell wat Shell hier doet. Doen zij aan deze kant. En we vinden het allemaal prima. We gaan natuurlijk altijd 100% recyclen. Het enige wat deze planeet verlaat is helium. De rest blijft hier. Alleen, de dingen komen in zodanige toestand terecht dat we ze niet kunnen hergebruiken. En wat doet een afvalbedrijf, wat doet een recyclingsbedrijf? Die bedrijft winstmaximalisatie ten koste van grondstoffen. En wat gaan ze verkopen? Winstmaximalisatie ten gunste van grondstoffen. Om als zij namelijk zien dat het gewoon te duur wordt om het eruit te halen, dan gaan ze het gewoon de oven inschuiven. Dan houden ze gewoon op. Nee, het is niet economisch interessant. Hup, in die oven. Zegt die overheid, oh, afvalverbranding. Zegt de overheid, oh ja. Ja, we noemen het thermisch recyclen. In Nederland is de officiële naam voor afvalverbranding thermisch recyclen. Moet je nagaan. Dus een plek waar we iets finaal kwijtraken, zegt de overheid, oh, thermisch recyclen. Waarom? Omdat ze die groene stroom willen hebben. Die vieze, gore groene stroom die eruit kan. En ik zeg, ja, een afvalverbrandingsinstallatie is een grondstofcrematorium. Is van einde oefening. Kom nooit meer terug. Zijn we klaar. Weg. Finaal kwijtgeraakt. Het is onvoorstelbaar hoe wij ons georganiseerd hebben. Nou, dan heb je van die twee mannen, Michael en William McDonough. Die gedachte kent u allemaal en we kunnen best iets over Cradle to Cradle vinden zonder dat we direct lid van die Pinkstergemeente moeten zijn. Maar zij hebben natuurlijk een prachtig idee. Ze zeggen, ja kijk, als we biologisch gaan composteren, waarom gaan we niet technisch ook composteren? En hier zien we ook weer, dit is een Cradle to Cradle is een kwaliteitsomschrijving van een product. Maar is geen economisch systeem. Maar wat gebeurt nou met die producten? Kijk, je hebt allemaal van die cradle-to-cradle producten. Aan deze kant, nou die producenten die betalen zich helemaal blauw aan die PR voor assetonderzoek en dit en dat. Nou, dat is klaar, nog een keer, nog weer een certificaat. Nou, ze hebben helemaal blauw betaald voordat het product op de markt is. En dan komt het bij die klant en dan zegt die klant, oh ja, ja. Oh, cradle-to-cradle, leuk. Ja, nou. Goed, hoe gaan we nou verder? Die klant heeft er helemaal niet aan. Wat heeft die klant nou een cradle-to-cradle product? Toch geen moer. Die enige die daar iets aan zou kunnen hebben, is die producent. Maar die is hem kwijtgeraakt. Dus hij heeft een benefit gecreëerd die hij kwijt is geraakt. En ik zeg bewust benefit en niet winst. Kijk, winst betekent dat je iemand belazerd hebt zonder dat hij het door had. Of dat je iets niet geleverd heeft zonder dat hij het gemerkt heeft. Maar ik praat hier over benefit. Dus we hebben gezegd, we moeten dus die relatie tussen de producenten en die consumenten moeten we anders gaan vormgeven. Dat was het gebod met van Turn 2. Dus ik heb 3 jaar geleden heb ik Turn 2 opgericht. Ik dacht, nou we gaan gewoon grondstoffen faciliteren in de relatie tussen de producent en die consument. En daar hebben we nieuwe speelregels voor nodig. En hoe zien die speelregels eruit? Wat betekent dat nou? En wat betekent dat eigenlijk iedereen straks een benefit heeft. Dan komen we bij regel 1. Nou, die doet pijn. Dat is forget ownership, focus on performance. Maar
Weet je, dat doet alleen maar mensen pijn die zo'n beetje uit de buurt komen waar wij nu wonen. Als je een beetje verder naar het oosten gaat, dan zeg je ja, we komen met niks, we gaan met niks. Nou, die kermis ertussenin, nou, die hebben we ook niet nodig. Dus dit is toch typisch een probleem van de westerse maatschappij, van het kapitalisme, van het materialisme. Dat wij denken ons zijn te kunnen definiëren over die dingen die we hebben. Maar dat is misverstand. We kunnen ons zijn alleen maar definiëren over wie we zijn. Dus het gaat om, en sorry voor het woord, maar het gaat toch om spirituele waarden. Ik denk het 21ste eeuw wordt het eeuw van de immateriële luxe. Dit gaan we herontdekken. En u kent dit ook allemaal, zo ver weg is dat niet. Als u straks besluit van Amsterdam naar New York te vliegen, dan gaat u niet op de website van Airbus zoeken naar wat kost nou eigenlijk zo'n A320. Nee, zegt hij, weet je wat, geef hem maar een ticket. Geef hem maar die performance vliegen. Op die captain op tijd dat bed is en of dat pak die stewardess of het niet te klein is geworden. Geen idee. Niet mijn ding. Geef mij maar vliegen. En dan gaat u naar New York op performance basis. Maar vervolgens, maar u koopt wel een televisie. Kijk, een televisie is niks anders dan een soort waar het hele periodieke systeem verpakt is in een soort gifbom. Dat noemt u televisie, dat hangt bij u allemaal thuis. Daar bent u voor verantwoordelijk, wist u dat? Wist u dat u verantwoordelijk bent voor het periodieke systeem wat bij u in de televisie hangt? Dit kan natuurlijk helemaal niet. Nou goed, u komt in New York aan, dan moet u voorstellen, loopt hij langs de gates en dan loopt hij af. En dan staat daar een student van KLM, nou die pakken zijn allemaal een maatje te klein, vind ik, maar goed. En dan gaan ze gewoon rekening uitdelen. Ja, we hebben even bij de cap, we hebben even uitgerekend, kerosine. Nou, we geven even de kerosinerekening. Zegt hij, oh, wacht even, ik heb toch performance gekocht, hoezo kerosinerekening? Ik ga ervan uit dat jullie dat meegerekend hebben. Ik ga toch hier geen kerosine betalen, kom op. Ga ik niet doen. Nou, gaat u de stad in, toch? En dan gaat u naar de Apple Store. En nou, die 6 is uitverkocht, hè? Dus hoeft u niet te vragen. Dat duurt nog een tijdje voordat die productie op peil is. En dan wilt u een iPad kopen. Maar wist u dat nog nooit iemand op deze wereld een iPad heeft gekocht? Dit kan helemaal niet. Ja, nu wordt u wat kritisch. Gaat u een beetje kritisch kijken. Nee, maar u koopt een organiseerd conglomeraat van grondstoffen. En die iPad wordt toch dan iPad als daar kerosine, ik bedoel als daar stroom op komt. Toch? En nu moet u raden, wie is zo ongelooflijk dom en betaalt de stroomrekening voor Apple, zodat Apple u de performance iPad kan leveren. Dat bent u. U betaalt de rekening, u betaalt de kerosine voor Apple. U betaalt de kerosine voor Philips. Het is toch ongelooflijk hoe we daarin gestonken zijn. Zij hebben nog stroom nodig om u de performance iPad te leveren. Wij nog niet. Wat mij betreft maken ze een iPad die op witte wijn loopt. Vind ik ook prima. Of rode wijn. Is toch hun probleem? Met andere woorden, de benefit is niet voor de veroorzaker. De rekening is voor die persoon die niet de veroorzaker is. Dat zijn wij. Dus de stroomrekening hoort gewoon bij die producent. Die hoort helemaal niet bij die consument. Dus, from consumption to performance. Dus u wilt toch geen lamp hebben, u wilt toch licht hebben, u wilt geen stoel hebben, u wilt zitten, u wilt geen wasmachine hebben, u wilt wasjes hebben, wasbeurt. U wilt geen auto hebben, u wilt gewoon mobiliteit. U wilt toegang hebben tot performance. Dus we moeten op performance basis aanbesteden. En ik was laatst op het partijcongres van de ChristenUnie. Die dacht, ja meneer Rauw, we hebben een beetje ambivalente relatie met duurzaamheid. En ja, we weten niet zo goed hoe we daar ons plek in kunnen vinden in die hele discussie. En kunt u ons misschien een beetje helpen? Nou goed, ik ben daar naartoe gegaan. En ik zag, kijk. Ik zeg, u bent de enige echte ervaringsdeskundige in Den Haag die weet wat het betekent om op performance basis aan te besteden. Nou, ze kijken net zo raar dan u al kijkt nu. Ik zeg, ja, kijk. De allereerste aanbesteding in deze wereld was op performance basis. Genesis 3, daar was, er zij licht. Daar heeft dus iemand licht besteld en geen lamp. Het heeft gewerkt. Dus dat is toch het ultieme bewijs dat het gewerkt heeft.
Die zeggen, u bent gewoon de ervaringsdeskundige. Stap 2. Ja, dus eigendom is gewoon ontzettend dom. Dat zegt het woord al. En we moeten dus van eigendom naar eigen slim. Nou, gaan we verder met die slim. Stap 2, dus het ownership blijft dus bij die producent. Dus die consument die zegt, ja, ik wil alleen maar die performance betalen, die grondstoffen. Alsjeblieft, hou dat hele periodieke systeem. Daar kan ik toch niks mee. Dat betekent dus dat iedere product zodanig gemaakt wordt dat wij grondstoffen deponeren. Dus wij maken producten dat we grondstoffen deponeren, wordt als performancebasis, op performancebasis aangeboden aan de consument, komt terug en dan kan die producent, die kan die grondstoffen er één op één weer uithalen. Om hij weet namelijk hoe die erin gebracht heeft. Dus de benefit is voor hem. Die producent geholpen, die krijgt die grondstoffen terug. En de consument geholpen, niet verantwoordelijk waar die niet verantwoordelijk kan zijn. Die consumeert de performancebasis. En als hij die iPhone 4 niet meer leuk vindt, geeft hij hem terug, krijgt hij gewoon die 5. Er zijn natuurlijk industrieën die dit al lang weten. En ik kan u verzekeren, hoe grondstofintensiever hun bedrijf, hoe meer zij zien.